De restauratie van drie monumentale bregen in Haas kostte de gemeente Haas dik 2,2 ton meer als begrutte. De Franekerijnsbreggen, de Oosterbregen en de Singelbregen binnen alle treien restoreerd nadat ze in 2015 de gemeente Oudroeren binnen onder Monumentenstichting Harlingen. Vooral bij de Singelbregen kwamen verskaatere zaken aan het licht. Dat geen rekken houden nou, je kunt wel met zekerheid stellen dat er in het verleden uh, te weinig uh, budgetten zijn vrijgemaakt voor uh, het grondige onderhouden van deze bruggen. En daar betaal je op een gegeven moment rekening voor. Nervens de gemeente hoeft de Stichting als nije-eigenaar net op te draaien voor de meerkosten.